Als je in een kasteel woont, jongens en meisjes, dan heb je het gemaakt. Yo, beste mensen van het leven, mijn naam is Dardo en dat klinkt hier vrij hol, want ik ben een haker. Ik ga de vlog starten met mijn leefbuste open. Ja, leeg. Perfect. We moeten kijken of ik post heb of boetes ofzo. Maar wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag leuke dingen doen. Ik ben aan het werken trouwens. Het is nu... Wat is het nu? 12 uur ofzo? Ik ga even kijken, eerst de deur open doen. Hoppa. Ik moet oppassen, want ik heb vorige week mijn sleutel bijna gebroken. Ik heb in het sleutelgat gestoken en je ziet dat het zo'n klein beetje scheef. Mijn zak staat hier al. Ik ben dus... min 1. Ik ben dus een zak gaan maken, ben dus al gaan werken zoals ik net zei. En het is nu, voor ik iets zeg, hoe laat is het nu? 10 voor 1, al een kwart voor 1. Ik zou eigenlijk om 2 uur klaar moeten zijn en moet ik op het werk bij Miguel staan. Dus dat gaat niet lukken, dan gaan we een half uurtje bijtellen. En dan zijn we eindelijk ready om onze dag te beginnen. Want zoals ik dus net zei, voor de 5000ste keer, ik ben al gaan werken. Maar los van het feit dat ik ben gaan werken, ben ik dus ook al gaan fitnessen dan zo meteen. En dan gaan we richting Salarazimi. Ik weet niet of jullie die kennen, Salarazimi. Maar Salarazimi is iemand van Sky is the Limit en die dingen allemaal. En Miguel heeft dus geregeld dat we dus naar daar moeten gaan. Want hij zou caviar moeten gaan halen en zo. Ik weet niet waarom. In ieder geval, we gaan naar daar. Dus dat gaan we vandaag doen. En dan hebben we weer een vlogje erbij. Want ik zeg het, we zijn de laatste tijd keiveel aan het volgen. Oké, we zijn op het werk. Ik ga me hier parkeren. Dat is makkelijker voor zo meteen met Miguel, want ik kom hier douchen. En dan gaan we richting de Salarazimi. Special guest van vandaag. Ik ben benieuwd. Ik neem mijn water mee, ik neem mijn sleutels mee en ik neem mijn basic fitpasje mee. Voilà. En dan gaan we richting de gym. Dan ga ik knallen, ik laat de camera in de auto. En dan film ik zo meteen als ik terug ben en als ik ga douchen. En dan is dat Miguel hier ook. Dus, maar ja, dan kun je misschien mijn velgen eens zien. Want die zijn... nog niet gekookt, maar wel gekuist. In ieder geval, ik ga naar de gym. Oké, we zijn gedoucht! Eindelijk! Was ik op tijd? Nee. Volgens mij was ik niet op tijd. Een half uur te laat. Dat valt toch nog mee eigenlijk? Ja, amai. Voor mijn doen is dat nog zo van. Wacht, ik leg mijn haar in de gel met de gel van Salar, maar aangezien dat ik nog weinig haar heb, dan is dat niet echt een optie. Hè. Dus we zijn onderweg naar Salar Azimi. Beter gekend als iemand van Sky is the Limit. Eigenlijk niet dat dat ertoe doet. Maar ja, hij is onderweg naar daar voor caviar te gaan halen en wijn. En hij kent die persoonlijk. En hij zei, ja, als je zin hebt, dan kunnen we misschien meegaan. En ik kan misschien vragen of we dat een keer mocht vloggen. Hè, want die mensen heeft wel een beetje iets meer dan iemand anders heeft. Dus dat is wel leuk om te laten zien. Zoals een Lamborghini. Ik hoop, niet zeker. Maar ik hoop dat we vandaag dan een keer kunnen zien. En eventueel een keer kunnen inzitten. De kans is klein. De kans is klein, zijn er niet altijd. Maar dat is mijn droom. Hè. Om een keer met een Lambo gereden te hebben, dat is gewoon wauw. Wow. En mijn allergrootste droom van auto is een Lambo Urus. Staat er ook. Maar voor mezelf, hè? Ja, ja. Maar dat is 3 ton. 3 ton voor een auto is veel geld. Maar wie weet, er is veel geld in de wereld. Je moet het gewoon weten te vinden. Er is veel te veel geld in de wereld. Hoe raar deze ook klinkt, want heel veel mensen leven een dag van vandaag in armoede. En zeker met energieprijzen en dergelijke meer. Maar alsnog. Er is te veel geld in de wereld. Dat is ook de reden van heel die crisis. Er is veel te veel geld in de wereld. Dus wie weet is het mogelijk, als we, weet ik veel welk bedrijf op de grond stampen, dat we toch op een of andere manier dat kapitaal bij elkaar krijgen. En zo'n Urus kunnen kopen, dat zou wel vet zijn. Maar zodat we gezond zijn, dat is al het belangrijkste. Dus dat we daar al niet over hoeven te klagen. En onderweg, achter de bus, naar Salarazimi. Want dat is redelijk ver rijden. Op gemak, hé. Dat is redelijk ver rijden, dus we zijn nog even zoet in de auto. En ik moet sowieso met mijn arm de kabel zien, ik heb net schouders vertrouwd. Ik moet sowieso die andere lens kopen. Hè. Dan kan ik zo vloggen in plaats van zo, want dat is veel te ver. Maar hoe is het met Miguel? Goed. Ja? Fantastisch. Ja, fantastisch? Ja. Ja? Oké, ja. Caviar al, ja. Caviar, ja. Ik heb nog nooit caviar gegeten, denk ik. Denk ik, hè. Ik denk dat ik nog nooit caviar heb gegeten in mijn leven. Misschien op de hotelschool, maar dat ik het me niet meer kan herinneren. Maar ja, dat dus. Wow, dat is weer mooi, hè? Ja, heel mooi. Is toch mooi, of niet?
Ah, is mooi. Je mag gelijk dat toch niet mee. Zie je hoe mooi het hier is. Het is ook zalig. Het is genieten. Lijkt je in mijn lampen. Misschien toch ietsje aangenamer. Ja, dat is geen naar lampen. Dat is een snelheid 60. Deze is toch zalig? Ja, 60 per uur. 60 per uur. 60 per uur is toch zalig? Ja. 60 per uur, even zo. Ja. Zullen we? Nederland is geniet. Ja, ik ben hier graag in Nederland. Ja. Deze weekend weer. Zaterdag ben ik in Nederland en zondag. Zaterdag moet ik naar Rotterdam gaan voor... zaterdag moet ik naar Redux gaan voor heel dag opnames voor de YouTube. Voor het YouTube-kanaal van Redux. En zondag ben ik in Rotterdam. Dus ja, daar komen weer nice vlogs aan. Dikke trek! Dikke chandier, mijn jongen! Is geen chandier. We zijn er. Hoppa. Ja, het is in een kasteel rond, jongens en meisjes. Dan heb je het gemaakt. Nu hoop dat die mens thuis is. Of je meer geen een auto? Nee. Geen een auto? Ik ga aanbellen. Nee, ga ik zijn. Hij gaat aanbellen. Hij gaat er niet zijn. Hij gaat er niet zijn, want ik zie wel altijd filmpjes van mijn Instagram hier al passeren, precies. Want dat is zijn domein. Maar hij gaat niet thuis zijn. En onze kader hoor. Ik ben er. Welkom. Ik ben er, welkom, zegt hij. Dat is er niet. Ja, maar dat is er. Ja, ja, dat zal wel komen. En daar? Ja, daar zie ik al dikke garage staan. Daar staan waarschijnlijk 20 Lambo's in. Kijk wel camera's zeker al hangen. Maar dat moet goed beveiligd zijn, hè. Logisch. Zie. Hier. Kijk eens aan, ja. Zie wat er van achterop staat. Wat is het nou, Warrior? Street Warriors. Van waar is dat eigenlijk? Een club, hè. Echt? Zit je daarbij? Ja. Oh, nice. Binnenkort ik ook met mijn nieuwe pata's. Morgen heb ik mijn nieuwe velgen. Dus we zijn vandaag. Wat is jij vandaag? Maandag? We zijn vandaag maandag. En morgen heb ik mijn nieuwe velgen. Als alles goed gaat. En als, ja, als ze gecoacht raken tegen hem. Als dat aangekomen. Ja, dat komt aan. Zo weet je niet wat hij is aangekomen. Amigos, hoe is het? Leuk jou te zien, joh. Leuk dat je bent. Ja. Mag ik vloggen? Ja, ja, zeker. Hi. Very welkom. Super. Leuk dat jullie er zijn. Dank je wel, man. Hier in Kasteel de Eldenschans. Het is een beetje vroeg voor mij. Ja, inderdaad. Ik had het, ik wist dat, hè, vorige keer toen ik je auto was komen doen. Ja, zware nacht achter de weg in Amsterdam, weet je. Ja, Amsterdam? Weet je dat gaat. En? Ja, dat was goed. Ja, in Club Air gezeten en nog een paar van die centen. Ik ben nooit in Amsterdam geweest. Alleen wel. Ik ben nu aan het vloggen. Zijn we live of wat is dat? Nee, dat is vloggen. Dat wordt later bewerkt. Dus als ik iets film wat dat er niet in mag, dan moet je dat zeggen. Nee, geen probleem. Ik ben een open boek. Dat is mooi, man. Dat is mooi. Hey, ik heb jouw caviar klaar liggen. Meneer, ik heb mijn caviar hier. Ik weet niet, Salah, als jij nog wijn hebt ook. Wat zeg je? Als ik weet niet of jij wijn hebt ook. Wat ga je hier? Ik zou nog wijn willen kopen. Wijn, zeker. Ga ik voor jou regelen. En een witte en een rode. Perfect. En ik weet nog geen gel. Oh ja, gel. Ik ga het ook voor jou regelen. Die is super, hè. Die riekt goed. Echt waar. Die gel riekt goed. Ja, hij heeft juist eentje voor mij. Kijk. Oeh. Dat is een prachtige azimicaviaar met een heel mooie opener. Gulden sleutelopener. Dankjewel. En natuurlijk een lepeltje. De Paramour lepeltje. Dankjewel. Dat is prachtig, hè? Ik ga het snel terug insteken dat die ijskoud blijft. Ja, belangrijk. En die komt dinges. Ja. Kijk, dat gaan we weer regelen. Ja. Een mooi zakje. Ja. Zeker, met een nodige reclame erop, hè. Dat staat mooi, wel op. Hè. Hoppa! Azimishop.nl En.be. En.be. Dat gaan wij regelen. Okay. Als je even een momentje hebt, kom ik zo. Ja, top, man. Hij maakt een ding van Dardre Go Fast. En dan gaat hij eens mee met die, dan stelt hij de auto. Oké. Ja. Okay. Dus dat is zo basically link. Gewoon dat ik... Ja, gewoon rij met mijn auto mee. Of misschien mag zelf rijden of zo. En dan uitleg geven voor de persoon van de wagen. Ja. Dus dat is eigenlijk de bedoeling geweest voor vrienden van mij, voor te promoten als ze een zaak hadden of zo. Ja. Maar het is altijd leuk om een Lamborghini ook een keer te zien. Ik heb nog nooit in een Lambo gezien. Ik heb ze bijna allemaal gehad. Van Gallardo tot Murcielago, tot Aventador, tot Urus, Urus. Tot SV. Zijn droomwagen is een Urus. Urus is zalig. Dat zijn droomwagen. Drie ton, Ja, tweedehands heb je 3 ton. Ja, 3 ton voor een Urus. Dat is veel. Misschien ooit.
Wie weet. Jawel, maar als ik zie, dan stuur ik hem wel. Ah, nice. Zeker. Hey, leuk dat jullie geweest zijn. Leuk dat je geweest bent. En ja, tot binnenkort. Hè. Ja, mooi reis terug. Toppie. Dik merci, man. Arrivederci. Ciao, ciao. Salade. Ciao, man. Ciao. Ciao. Wow, zalig. Lambo's. Mm. In ieder geval, Miguel is gesteld. Hij heeft zijn kaviaar. Hij heeft zijn wijn. Hij heeft, heeft koffiebonen. En hij heeft zijn gel. Dat is ongelooflijk. En daar staat hem, ze. Miguel is een Lambo. Ja, misschien wel iets anders dan een Lambo, Miguel. De Rolls-Royce staat om de hoek. Een Rolls-Royce. Woehoe. We gaan die mensen niet lastig vallen in zijn eigen huis. In ieder geval, Miguel is gesteld. En welke wijn is dat eigenlijk? Dat is een witte. Oh ja. De witte wijn. Chicken dinges. Die zijn een rosé wijn. Hoppla. Die zijn een rode wijn. Oh ja, dat is geen rode. Waar zit in de andere? Gel. Maar de gel is goed, dat heb ik zelf ook. Maar ik heb van Miguel zo'n potje gekregen. En dat is echt, die riet keigoed. Die koffiebonen, daar ben ik benieuwd naar. Hè? Ja, ik ook. En, ook van hem. Vodka. Zijn vodka. Vodka shotjes, dat is voor als we uitgaan. Hoe zalig is dat? Voilà. Zalig. In ieder geval, we zijn gesteld. Dat is al goed. Jibba! En, ik heb... De salarazim op het hè. De salarazim weet nu wie dat ik ben. En, amai. Oeh. Heeft u beloofd, hè? Hij heeft mij beloofd dat als hij heeft nu 3 nieuwe Lambo's besteld. Maar ja, als je een Lambo bestelt, dan moet je daar tegenwoordig bijna 2 jaar op wachten. Maar hij heeft mij beloofd dat als hij de Lambo's heeft, dat ik mag langskomen voor, ja, voor een vlog. What the fuck? Miguel. Hey, thanks man. Dankzij Miguel ken ik weer salarazim, hè. Eigenlijk heb ik dankzij Miguel veel ja, bekendere mensen zo al ontmoet. Zo. Dat is wel leuk. Dat is wel... Interessant om te zien hoe dat zo ja, succesvolle mensen leven. Die gast is doodnormaal, super vriendelijk, super sympathiek. Wat je niet zou verwachten van iemand dat alles heeft en gewoon door gewoon op geld te betalen zou die alles ineens kunnen kopen. En dat boeit je niet hoe je je daarbij voelt. Maar deze man is fucking sympathiek en dat vind ik zo mooi. Die is niet arrogant, die heeft alles wat hij moet hebben, maar die doet niet zo. Blijft werken. Hij blijft werken, maar die gedraagt zich toch niet alsof hij geld te veel heeft. Nee. Die doet gewoon normaal. Dus we staan gewoon voor een kasteel. Welkom in mijn kasteel, echt, dat is kei grappig. Hoppa, een oprit van 1,5 kilometer lang, ongelooflijk. Mm-hmm. Maar wel, wat me wel opvalt, is dat er kei rustig is. Oh. Als die flessen wijn heel de weg zo gaan tjengelen, ja, dan ben ik prikkelbaar, overprikkelbaar. Ken je dat? Ik zal eens kijken wat ik kan doen. Nee jongens, dat maakt niet uit. Ik kan daar iets tussen steken. Maar jong, doe je toch geen fuck. Ik kus mijn ballen. Kijk, dat is het verschil. Salarazim is een sympathieke man. Ik heb geen geld en ik ben een arrogante zak. Voilà. Het is goed, hè? Of niet, of? Ja hoor, hoor. Ja? Gewoon niet zitten. Kaviaarken. Het is... Nee, maar hey, hoeveel kost dat nu, die kaviaar? 100 euro. In de 100 euro, ja. Voor dat klein potteke. Ja. Wat is kaviaar nu eigenlijk? Gewoon steureieren. Steureieren, ja. Eieren van een steur. Ja, maar... Dus eigenlijk kunnen beter een steur kopen voor 70 euro en eigenlijk een spaghetti erbij. Nee, zijn... Nee, je moet die open, ja, je moet hem openmaken, hè, de steur. Oh, de steur. De openmaken, hè. Ah, je moet de steur doden? Nee, je moet de steur niet doden, openmaken. En je doet die terug toe, je haalt de eitjes uit. Je haalt de eitjes uit de steur, toch? Legt de steur geen eitjes dan? Ja, maar dan... Dat is het al te laat. Is te laat. Dus eigenlijk, je vist een steur, je verdooft hem, je snet hem open, je haalt de eieren eruit, je doet hem toe, van niks gebeurd. Ik weet één ding, dat is kaviaar. Dat we rondjes gaan rijden. Ik weet één ding dat jij dikke boos aan het vertellen bent. Ze gaan toch geen steur open snijden voor eieren net te halen? Zoek het op. Hè? Ik wil er geen ballen vallen. Daar heb ik maar foefke. Maar ja, allemaal goed zo. Allee. Allee, maat. Allee, ja, ziet dat nu eens doen. Zie. Die rijdt rond met... Hele tijd, hè. Ja, dan gaat dan die... ja, maar wat boeit mij die vrouw nu eigenlijk, feitelijk? Allee. 12.000 volgers en die heeft haar eigen geurken om in een auto te hangen. Ik wil nu niks zeggen, maar oh, ik vind dat een beetje raar, nee? Vind je dat niet raar? Nee. Ik weet wat ik raar vind. 12.000 volgers en die heeft haar eigen geurken voor in een auto te hangen. Met haar half naakt een body op. Ja, ik vind dat wel nice. Wat een mens, ja. Oké, okay, waar zijn we? In de Bankstraat. Ik heb even... Red Bull kanalen voor ons twee en dan op naar de volgende locatie gaan we eten. Trouwens, waar is dat, Jan? Ja, kras, ik weet niet hoe het erop komt, maat. Kunnen we niet uitpolieren? Oké, nu naar binnen. Ja,
Ja, monsterkjes of redbulletjes halen. Zijn er? Wat een donen, meneer met geld. Allee ja, hij had het geld. Maar jij betaalde met caviar. Genieten. Eigenlijk hadden we een gratis, of ja, gratis ijsblok bij gekregen. Een ijsblok gratis, hè? Ja, en die lepel dan een vergulde. Een vergulde gouden opener. Een vergulde, dat is goud, hè, maat. Ja. En een gouden opener heeft hij meegekregen. Dat is goud, en, echt goud. En een lepelke van... Ja, wat was dat weer? Ik weet niet, ook een speciaal materiaal, maar hij heeft een gouden lepel gekregen. Een gouden sleutel gekregen. Nu we die windmolens hier zien, was ze net tegen Miguel bezig. Dus ik zeg tegen Miguel, ik zeg, is de energie hier in Nederland ook omhoog gegaan? Ja, het is nog harder dan bij ons. Ik zeg, eigenlijk is dat absurd, hè. Ik zeg, wie bepaalt er eigenlijk wat de zon en de wind waard is? Want dat diamantje zei tegen mij, ik heb dat van hem, hij heeft gelijk van... Allee, ik wist niet dat de zon en wind dat geld kosten. Want uiteindelijk, ze bepalen maar hoeveel het allemaal waard is nu. En alles stijgt en stijgt, maar die zon en die wind, dat blijft toch allemaal hetzelfde. Dus al die energieën die we zelf kunnen opwekken, waar we gewoon te tam voor zijn, waarom doen we dat niet? Of waarom zitten wij in windmolenparken? Zie, dat zijn vol met windmolens. En ook in Nederland is het allemaal veel duurder geworden, die energie. Dus eigenlijk, hoe absurd kunnen zijn dat mensen gaan beslissen over u, wat dat jij gaat betalen voor de zon en de wind die we eigenlijk gratis ter beschikking hebben op deze planeet? Als je erover nadenkt, is het eigenlijk allemaal ziek absurd. Dat wil ik gewoon even zeggen. Tussendoor weet je tijdens het rijden naar papi patat en te gaan frietje zitten met papi. Ik denk dat er iemand jaloers gaat zijn dit de vlog gaan bekijken. Zouden we het verzwijgen als de vlog al lang komt om 2-3 uur? Ja. Ja? Nee, ja, dat ga ik niet kunnen. Zie je, oh, dikke Mustang. 5 liter. Woe. Ja, even hot fuller rijden, dus ik heb me hier al neergelegd. Mijn rug doet echt geweldig veel pijn. Ik weet niet hoe dat komt, maar fout gelegen of zo. Een beetje stress, I don't know. In ieder geval, maandag dat nu komt, dan ga ik een sportmassage laten doen bij BAM. Waar ik ook voor mijn tanden ben geweest. En toen ook voor de cuppings. Dus moesten er mensen zijn die ook de prijslijst van BAM willen hebben, stuur mij gewoon even een berichtje. Dan stuur ik het even door. Dat reed zo wel, hè? Stop snelheid, hè? Kijk, die auto voor ons die ze stuurt, dat gaat zo. Hoe gaat die stuur? Zo gaat dat nu met die, hè? Allee, ziet dat nou? De Swift daar, hè? De Swift daar, hè? Ja, hij is dicht, ik wil eens kijken. Ik wil eens kijken aan de Swift. Oh ja! Tja, de napste twee weer hebben bij die auto. Trouwens. Ik ga er mijn auto ook iets steken. Allee, geen andere uitlaat, dat is een van plan. Ik ga bij ABC, ja, dat dingen, in Aarschot gaan. Dat zijn mensen die komen van Nederland, die zitten nu in Aarschot. Of ja, die hebben twee vestigingen, eentje in. Ik weet dan niet meer. Nederland. Ergens in Nederland, ik kan het niet van buiten zeggen. Maar die doen dus een soort kleppensysteem in hun uitlaatsysteem. Waardoor het ineens veel bruter klinkt. Of gewoon braaf, de B van braaf, of de A van ABC. Zo, dat is een kei grappige gast. Ik ga er binnenkort een keer langs gaan om een prijs te laten maken. En dan komt dat ook weer in de vlog. Dus ja, ik ga binnenkort echt moeten investeren in die lens. Want we zijn veel aan het vloggen de laatste tijd. Vind ik kei leuk, vind ik kei fijn. Laat weten wat jullie ervan vinden. In de reacties hier onderaan de vlog. En zeker en vast de vlogs delen dat massaal wordt bekeken. Want ik ben trots op de kwaliteit die we leveren. Ja. Oh ja, als Mick wel mee is, dan... Kwaliteit. Ja, voilà. Dat bedoel ik, hè. Dat lachje. Is dat plankendaal? Kunnen we dat apetjes gaan zien? Hé, hey, daar was een Dardra van meeting, hè. Als je het nog niet hebt gezien, een Dardra van meeting vlog, even gaan kijken, hè. Een paar losjes terug. Nee. Dit moet ik filmen. Het ging ineens over. Ik zei dat tegen Mico, hoe zalig zou dat zijn als deze job was? Gewoon een beetje vloggen, een beetje genieten van het leven en de mensen gelukkig maken. Oh, ja. Ik zeg, ja, noem mij eens een vlogger in België dat eigenlijk... dat toe. Hè? Bijvoorbeeld zoals Enzo of zo in Nederland, of Gio of Don of zoveel dat er zijn in Nederland. In België heb je dat niet. En hij zei, ja, Jamila. Ik zei, ah ja, ja. Ik zei, maar ik ken Jamila. Ik ken die niet persoonlijk, maar zij weet wie ik ben en ik weet wie zij is. En hij zo, oh joh, overlast had hij zo gevraagd voor op date te gaan. En ik had hij gestuurd, maar heeft niet gereageerd. Dus bij deze, Jamila, als je het ziet, noem het geweld, verkopen. Ik heb net gezegd in de vlog. Zij moet gewoon naar mij. Instagram kijken en dan ziet ze iets opstaan. Nee. Ik heb net gezegd dat jij de gladde paling zei, dus verkopen is aan Jamila. Zeg eens, wie bent jij en waarom het ze bij je op date? Ik juist niks. Caviar kan ze kopen. Jamila, als ik met hem op date ga, ja? dan fix ik de vroeg caviar. Ja,
Ik ga dat is goed u, voor u, vlog. Ik ga met u. Ik ga met u dan. Dat is dat goed, hè? Met Roger van Dammenheide. Ja. En ze moet niks betalen. Ze moet niks betalen. Maar misschien kan zij dat wel betalen en kunnen dan nadien terugbetalen. Dan kan zij dat inbrengen in de zaak. Nee, ja. Snap je? Moet dat, als je dan toch dat gaat daten voor... Oh, aan de zak. Als je dan toch gaat daten... Zeg, gaat u tegen die mens? Ja, maar dat was de zak op straat. Als je dan toch gaat daten, zo snap je naar de toekomst toe, moet je een beetje voetvallen. Ja, maar ze mag mee. Ja, dus... Ja. De kans is klein als het zien, maar Jamila, als, ik het, als je het ziet, meid, ga met deze gast op date, please, krijgt, doe dat. Doe dat. Kapot je krijgt dat flesje rode wijn. Van de Sularazimi. Dat zeg ik niet, ja. Dat is reclame. Ja, nee, dat is reclame? Goed, ja. Dat is, we betaald dat... worden voor reclame, hè. Dus ja. Roger van Damme gezegd, je hebt al Sularazimi. Okay. Jamila, wat je doet. En Jamila, zeg. Ja. En Swift en Rijg. Swift en Rijg zouden wel lachen. Hier zit de vlieg, ze komen ons halen. Nee, dat is van de anyway, film, Jamila, geen zeven, hè. Als je meteen van op date gaat, ga je dat amuseren. Ik kom je halen. Ja, absoluut, ja. Doe maar zo. Doe maar zo. Okay. Ik zet hier op. Op. Eraf. Eruit. Dank je, nu. Yo. Dank je, nu. Deze man is echt nog een klote vriend. Deze man is gek, joh. Even eerlijk, maat. Dat zijn kosten aan ze, maat. Oké. Okay. Of nog eens welke mensen. Er staan nog gewoon plantjes op tafel en je zit op een stoel. Nou, waar ga je planten op hebben? Of vegan, hè? Vegan. Oké, okay. Dan zit je een keer. Smakelijk, maatje. Dankjewel. Yummy, yummy, yummy. En ik heb dat van mij ook gekregen. Een keertje, perenpootje, twee sausjes, bikje burken, bulletje. Bedankt, mooi, hè? Straks die bike zit. Maarteke, dikke merci vandaag. Ja, graag gedaan. We gaan nu naar huis samen roleplayen. Ja, soort service bij de ANWB. Ja, kom in de zwart. Ja, ja, tuurlijk. Ik ga eens gewoon controleren wat dat daar nodig is. Oké, okay, net klaar met streamen. Pff, ik ben kapot. Ik moet gaan slapen, want ik moet er binnen 4 uurtjes weer uit. Dus we gaan nu slapen. In ieder geval, dikke merci om te kijken naar deze video. Hopelijk vond je het een leuke video. Dan een duimpje omhoog. Laat weten in de reacties wat jullie van deze video vonden. En dan zien we elkaar volgende week woensdag terug om 3 uur bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik zoals altijd, flex die biceps en joe!